Zo. Goedemiddag in dit geval. En ja, welkom terug bij een nieuwe TSBH Vlogs. Ik wilde deze eigenlijk eerder maken, maar na zaterdag en zondag, ik was gewoon echt dood op. Had ook niet heel veel geslapen. En ja, het was ook een lange treinreis heen en terug. Dus ja, heb ik die vlog eventjes uitgesteld naar vandaag. Maar ja, ik kan wel vertellen waar ik ben geweest. Afgelopen zaterdag was ik bij het 25e Kamper Stripspektakel in Kampen. Dat is een klein dorpje, stadje/dorpje in het oosten van het land. En ja, hele leuke tijd meegemaakt. Heb mijn eigen kraampje daar gehad. Een heerlijke Kampse slof of zoiets gehad. En van de gebak, zo'n banket. En deze mok is een mooi aandenken aan. En ik heb ook ja, met een aantal leuke creators gesproken. Aardige mensen ontmoet ook. Super gozers. En ben er zelfs achter gekomen dat ik. Je kunt mijn Facebook en mijn Instagram en zelfs mijn Twat checken. Dat ik toch nog best wel wat kan tekenen. Niet zo gedetailleerd als Nef bijvoorbeeld. Of als, laten we zeggen, een Paul Rodericks of een Marisa Dobrissin. En andere artists. Maar de dark and gritty part had ik al goed. En ja, ik had nooit verwacht dat ik dat ooit zou doen. Maar eens moet de eerste keer zijn. En ik hoop dat Kinich Ganap Pakal, toch het grote schild Pakal, vanuit het hiernamaals ook tevreden toe kijkt. Want ik heb zijn masker zoveel mogelijk hier aan proberen te doen. En die heb ik gegeven aan een hele gouden vrouw die toch nog even iets in mijn. Naar boven hield van, krijg je inspiratie, of ik voel een moment van inspiratie en ja, je kunt het checken op mijn Facebook of op Instagram of Twat. En ja, die dark gritty stelt op een of andere manier bevalt me dat wel een masker tekenen. Ik denk dat ik dat vaker ga doen, maar dat is niet waarvoor we hier zijn. Ik ga even mijn kopje hier naartoe brengen en iets naar voren, van achteren. En als je wat hoort, ja, de ventilator staat aan, ja. De luchtontvochtiger staat aan, want ik heb een wasje gedraaid en het is best wel warm hier. Ja, ik heb ook vele mensen ontmoet. Eigen artiesten, eentje kende ik al, Marisa Dobrissin. Ze de creator van de webcomic vindt Shadow of something, iets in die trend. Ik kan het zo wel even laten zien, want we gaan nu naar de boekjes. Ook gesproken met Scene Illustrations, Stefan Eenkhoorn. Gijs Krenskamp, strips en illustraties. En Roos in het Veld, of course. Misschien had ik je al eerder ontmoet. Kan Stone Cold Hammer, is haar naam. Maar daarvoor zijn we niet. We gaan nu naar de boekjes, naar mijn kleine hal. Want door een bedwantsprobleem, bedbugs in het Engels, moest ik wat op mijn centjes letten. En, maar het gelukkige is van, ik heb er wel. Deze keer heb ik wel mijn reis eruit gehaald. Maar we gaan even naar nummer 1. Bij Gijs Kreutzkamp. Dangers from the Swamp. Bonus Sophia en Little Captain John in. Ja, dit. En ja, leuke. Hou van. Leuke dark and gritty. Beetje dark and gritty. Een beetje ja, die oude stijl van andere tijd. Dangers from the Swamp. Dat is eigenlijk allemaal, ja. Kort verhaal. Anthologies. Spider. Gewoon lekker kort. Gewoon lekker kort verhaaltje. Not too shabby. En ja. Was benieuwd. En ja, ik heb gezegd van ja, ik ben benieuwd naar wat het is. En het ziet er veelbelovend uit. Ik denk dat ik hier wel een reviewtje van ga plaatsen voor Gijs Kreutzkamp. En hartstikke bedankt. Ik heb ook die ik nog meer heb ontmoet. De Dutch Lucky Luke heb ik ook ontmoet. En ja, ik hoop dat Rutger Gret. En ook een hoop andere mensen, of natuurlijk H, meneer H noem ik dat op dit moment, andere mensen, en nog ja, Jannes, wiens dochter ook een van de prijzen van de awards heeft gewonnen, dus gefeliciteerd aan haar. En natuurlijk deze, dat is het tweede boekje van Meiner Beunink, dat heeft niet uitgecheckt, en er zit nog een cadeautje in ook, een L.
Oehoe. Oftewel Boebo Boebo. Of in het Engels noemt ze het The Eurasian Eagle Owl. Die langzamerhand zijn comeback aan het maken is en ik ben er alleen maar blij om. En ik ben ook blij met mijn Buinink. Kampen 17-8-2024. Heeft hij leuk gedaan. En ik heb ook nog eens. We hebben goed met elkaar kunnen praten. We, ook al hebben we een leeftijdsverschil. We hebben een vergelijkbaar gevoel voor humor, dus dat is ook een plus. En ja. Nee, maar het is lekker. Het neemt lekker iedereen niet grappig. Waar het eigen inhoud is. Ik heb de naam hoog te houden als het gaat om cartoons en woordspelen en onderbroeken lol. Dat is wat hem, ja. typisch bij hem past. Ik vind het grappig. En ja, er zitten ook een paar aantal culture war dingen in. Ja. Die met iedereen de zeik. Hij neemt met iedereen de zeik in principe. Dus. Het vrije vertrouwen Nederlands hier in mijn bekende woordgrap. Dus ja. Het past wel bij de tand van de tijd. En we gaan wel zien hoe dat gaat worden. En ik heb hem ook gesproken. Ook. Hele aardige gast. Hij is wel wat, ja. Ietsje, ja, je kunt zeggen rechts of wat conservatiever dan wat ik ben. Ik ben wat meer in. Of, nou ja. We hebben, dat kan ik over niet zeggen. Hij is gewoon lekker, gewoon, ja. Politiek dakloos, net zoals ik. En daar ben ik blij om. We hebben gewoon goed met elkaar kunnen spreken. We hebben ook, ja. Op een aantal punten is hij wat rechts dan wat ik ben. Ik ben wat links op andere punten. Maar dat wil niet zeggen dat we gewoon, ja. Niet gezamenlijk door één deur kunnen zonder. Want we kunnen wel degelijk samen onder de deur. We hebben een vergelijkbaar soort humor en, ja. Vergelijkbare interesses en ja, het is gewoon een goede gozer. We konden gewoon allebei goed met elkaar vinden en ik hoop dat daar meer uit komt. Ik heb daarnaast ook nog een leuk boekje van, die wat meer voor een kinderlijk publiek is. Dat is een cadeautje wat ik ga geven aan een aan speciaal iemand en ik wil dat eventjes privé houden, want ik probeer ook een beetje een laag profiel te houden, maar ja. Tot volgende zou ik zeggen. En maar er zit wel een leuk tekening in trouwens. Van een personage wat, van een manga die ik. Van een van mijn voorbeelden. Van mijn invloeden. Dus dat is eigenlijk wat ik over kan zeggen. En voor de rest ja, tot volgende. En zoals ze in het Japans zeggen. Dewa mata ne.